Met mij gaat het goed. We zijn een revalidatietraject ingegaan. Inmiddels al ruim 5 maanden bezig. En ik denk dat het naar behoren gaat. Alleen het is altijd een beetje afwachten en aftasten. Elke week aanpassen aan de hand van hoe de schouder gaat. Wat er natuurlijk op het programma staat. Maar ik denk naar behoren. Niet een super goed seizoen gedraaid vorig jaar, wisselvallig. Ik kom net terug met een schouderblessure, dus het is ook een beetje meten waar we beginnen. En het is duidelijk waar we willen eindigen, maar waar we exact beginnen, dat is voor ons ook nog een beetje de vraag. Ja, we zijn allebei vader geworden, dat is heel leuk, tenminste het bevalt mij, ik weet niet hoe het met jou zit. En het einde van het seizoen rondom het vaderschap voor mij natuurlijk, operatie van Steven, dus daardoor dat het rest van het jaar helemaal klaar was. Dus, we hebben met Kistaat een heel mooi toernooi gehad, onze eerste koeienbel, ik hoop de eerste van velen. We gaan stap voor stap richting Parijs toe werken. Het wordt een lange weg door de fysieke achtergrond die we hebben de afgelopen maanden. Mentaal zijn we heel fris, zijn we er klaar voor, zijn we heel gretig. Dus als die ingrediënten op de goede manier samenvallen, dan gaan wij zeker in Parijs spelen. Nou ja, ik denk dat één doel heel duidelijk is en dat is presteren op het WK. Daar valt natuurlijk het eerste ticket te verdienen voor niet-Frankrijk. Verder hebben wij nog niet echt doelen opgesteld. Dus dat moet allemaal nog komen. Het is voor ons ook nog niet duidelijk welke toernooien we gaan spelen, waar we gaan beginnen. Ik denk dat dat de eerste is wat we met onze coach moeten bespreken.